Johnny Cash in het Friesk. Nou ja, het Stavers in dit geval, troch Billy Benton en de Bird Dogs. We weten waar zo heen gaat, dat het donker wordt. De gaas naar Afrodite, omdat het licht daar schiet. Dus zonder familie, als ik dat tegenhield. Want als het donker wordt, dan is het zo. De K-route iepert in september het naaie culturele seizoen. Joen en naaie wieken nog even de simmertoppers. De mooiste verhalen van het alroene seizoen. Johan Potma is een van die verhalen. Begin september iepert het er zijn tredde galerie in Berlijn. En hij geert als een speer. De tijd van de Matthäus Passie is dan wel vier voorbij. Maar we hien zo'n mooi verhaal over Timon Toussaint. Die zong met het Stendenkoor. En Johnny Cash in het Friesk. 20 nummers van deze country-icoon in Uze Memmetaal. Nou, Jacco, die cd is klaar, hè? Ja. Optredens nou, wanneer is de eerste? Ja, 3 september en dan eigenlijk heel september terug het Wasdorf-Friesland. Alleen gratis. Machtig. Ja. Hé, hey, in mei wien we ik al bij hem, hè? Zeg maar bij de repetities. Ja. Mooie reportage, zullen we daar eens even naar zien? Ja. Rustig. Ja, rustig. Het zijn hoorn is het roem, het zijn zieden is het roem, het zijn voet is het roem, het streem door de groen. Tussen hemel en hel, een trein voor hel, de levensbeen ons uit het bloed en de trein. En het bloed joeg kruid van het hoeken van de deem, en het bloed weer de vrees. Wat haast toch met Johnny Cash? Nou, dat wordt de buurt thuis al draait. Nou, ik denk dat ik, nou ja, vanaf mijn geboorte al, denk ik. Dus hij deed vroeger op de Ray Fox Band Recorder. En dan luisterde bij alle snedem aan naar Johnny Cash. Van al dat oude spul van Johnny Cash, dat zit er samen bovendien. Dat kreeg ze met Hank Williams en dat spul. En hè, die country muziek, dat hier al je van hem, wat hier wie mijn voorbeeld was, zeg maar. Dus hij die kocht dan... Die kocht al singeltjes, Chuck Berry en dat soort spullen. En dat ben je met grootbrocht. Dat kregen we thuis te jaren. Dus ja, dat bloed hing je. Oké, you ready? We ready. Hello, I'm Johnny Cash. Well, it was Gatlinburg in mid-July. I just hit town, the road was dry. Thought I'd stop and have myself a brew. Johnny Cash wie een Amerikaanse gospel- en countryzanger. Zijn leerteksten gaan vaak over geloof, zonders en het begin van een moord. I Walk the Line en A Boy Named Sue wie een zijn grootste hits. Verskate Friese formaties nemen in totaal 13 nummers van Johnny Cash op in de studio van Oentjerk. En ik herinner dat ze wennen in de film die de geest. Want je van Eeltje Mardo bent mijn vriend. Hey! Ze scoren die dan roen als een scurve hoen. Oh, die stutje trouw de hele streek. Doos is naar Belsum. Onze idee was dat het bestie eigenlijk weer drie dingen. Ten eerste, wij willen artiesten hebben die het of helemaal utrancheerd waren, of nog nooit opname hebben. Orden, maar jong talent. Die combinatie moeten we meiden. Dus daarom stond hier ook net de geëikte namen op, zeg maar. Ten tweede, we willen het helemaal zelf dragen. Dus wel met sponsors, is, maar net subsidie. En wij willen het heel dichtbij brengen. Dus nou nemen we op. Nou, er geeft aardig wat muziek, aardig geeft er gratis voor. Dat is MP3, komt CD, komt vinyl. En dan komen zij eens optreden. Ze zijn al je gratis toegankelijk. En met bloed, Sneuren die in het Foppeland en de Hamstrasonbar voor de opnames van het noemer Verlossing, de oorzetting van Redemption. Nou, toen ze me vroegen om mij te doen aan het Cash-project, en toen woonden ze graag dat ik het noemer Redemption was. Dat is dat gaat over de verlossing van Jezus Christus. En daar heb ik persoonlijk ook wel wat mee. Dus dan, dat jouw zeker cachet ons aan verhaal. En dan geeft een beetje de levenswandel van die man doekst wat verder in. Dus dan net alleen de muziek, ook, maar wat had die man die en hoe had hij zijn leven leid en wat er gebeurd in zijn leven. Nou, die man die had krijgt wat meer drugs en drank gewoon dat ik gewoon had. Zeer respectabel. En
ja, dan krijg je een bepaald beeld van zijn man. Van hey, zijn hele leven retreert van red ik het, red ik het net in het leven. Je had het moeilijk in gewoon. En ja, toch de muziek altijd als retreat gewoon. En dat vind ik geweldig van zijn man. From his hands it came down, from his side it came down, from his feet it came down and ran to the ground. Then a small inner voice said, you do have a choice. The vine engrafted me and I clung to the tree. Zo, die man die koest jongen, dat ken ik net. En ik kom, ik ben entertainer en ik produceer lawaai. Dus ik had echt net de intentie dat ik zijn noemer zangtechnisch vertolken mag. Het enige wat ik ervan ken is de ziel vanuit hoe hij dat noemer bracht. Dat ik zijn noemer ik brengen kan, op mijn manier. Uit zijn hoorn is het rum, uit zijn side is het rum, uit zijn voet is het rum, het streemt op de grond. En het stem in mijn hart, zei het is net te laat, die had mijn hart verbeen, ik kwam niet aan de been. En het bloed joeg kraag, op het doeken van de deur. Het bloed die de vries om zoete vrij te geven. Ja, heel. Ja, klaar, hè? De Vriezen vinden het natuurlijk leuk, hè? Bekende artiest Johnny Cash in zijn eigen taal. Ja. Maar is dat dan ook interessant voor de provinciegrens? Nou, sure, wat er dus nu gebeurt is, dat dus, sinds maar uit Samarij een Holland nemen. Daar komt al je vraag nou naar, van wat is dat er wat gebeurd is. Ze vielen dat er wat een hoorn is. Ze zeggen dat het vinyl is, vind ik nog heel interessant. Dus dat we het opvregen. Nou, de ene van de Volkskrant het hard worden met een oren van de pers het Ekha. Dus daarbij komt nou van, hé, er is wat gaande. En meestal niet het Jetha, die verstaan helemaal geen Fries, maar vinden het wat een gek. Dus, en wat is dat dan? Ja, dat is de ziel die erin zit. Hè? Als je echt muziek maakt en je ziel zit erin. En je beleving zit erin en het is echt en je meent het en het komt bij USA echt van onderop. Ja, dan klinkt dat toch in wat taal dan maar echt. Het is rekken het is. Krek is het succes van een Nienke Laverman. Big Leaks, ja. En wij zijn wat de andere kant op, wat volkser. Mm-hmm. Wat minder, zeg maar, rare theaterstoeltjesachtig. Wij zijn meer van mij de voeten in de grijde. Hè? Dus het is net toevallig dat twee woordpieken nou met Johnny Cash en deze keur van muzikanten komen. Niks is toevallig, hè. De wegen des heren zijn ondergrondelijk. Dus ik in ieder geval met dit project. Ja, al die leuke kerels die ben vraag sliffend. Dan zullen we veel op dus is er in de put. En bel me niet, want ik let op mijn team hier op. En als u de van de gast is, zo duur. Die Johnny Cash, dat was een bekende zanger. Had jij ooit wel eens van hem gehoord? Nou, eigenlijk niet. Ik had, nee. Eigenlijk niet. Maar jij bent ook zanger, toch? Dat klopt. Jouw stem is sopraan. Dat klopt. Daar hebben we een mooie reportage van gemaakt. Mm-hmm. Aha. Ja. Zullen we daar eerst even naar gaan kijken? Ja, goed. Nee, ding. Nou, dan had ik iets bij jongens van 10 altijd, die zitten in de vlotte rockmuziek. Die luisteren alleen naar dat soort muziek op de radio. Nou, die moeten zij dus niet.
Meestal luister ik andere muziek dan deze. Meestal luister ik van Tayo Cruz en dat is een beetje rock. Nou ja, het is mooier. Ja, bijvoorbeeld dat keiharde rock, dat te hard, iets te. Maar dit is altijd mooi. Hier kun je gewoon altijd naar luisteren, in wat voor sfeer je ook bent. Ik vind ook een hele goede dirigent, hoor. Hij begeleidt alles goed, het grote koor en het jongenskoor. Twee koren zelfs en de jongenskoor. En dan ook nog een orkest erbij. Als je dat kunt begeleiden, dan dat is gewoon geweldig. Het is bijzonder altijd. Ja, wij zijn een hege squalle. Er zit onderwijs in. Wij kunnen natuurlijk een jongenskoor inhuren. Maar wij willen eigenlijk een studentenactiviteit, een leerbedrijf. En daar ben we dus bezig met uw studenten, dat we steeds weer in de squal langs. We vragen jongens, waar zou dat mij dan willen? Een kennis van mijn mem die zit hier in het grote koor. En mijn broer die zou er in zijn en toen kon ik meisje. En toen vregen ze of ik mij wou doen. Toen had ik ja zijn. Nou, ik was met school was ik naar Stenden geweest. En toen kwam een man van het mannenkoor bij mij en die vroeg of ik interesse had. Ik zei direct ja. Het is eigenlijk een heel rijkgeschakeerd gezelschap. Een heel kleurrijke club van jonge mensen, oude mensen uit allerlei landen en windstreken. Daardoor komen allerlei culturen bij elkaar. Maar wat ons verbindt is eigenlijk de zang. This is my first time join this choir. En also my first time to sing the Bach. Want Jesse denkt al, ja. Wat is nou een Matthäus en wat is Bach? En dan kom je erachter hoe bijzonder het kruiden is. En als je daar iets over vertellen. Het lijdensverhaal van Jezus. Wat houdt dat in dan? Dat hij verraden is en dan iedereen die zei dat hij het net is. Maar de eerste die zei dat hij het net is. En dat is het wel. Die is het wel. Wat vind je nou het mooiste stuk uit die Matthäus Passion? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat ik nummer 3, het liefste Jezus, wel het allermooiste nummer vind. Het liefste Jezus was haast toen verbrogen, dat man uit zichzelf oordeel had gesproken. It's very great. The music is so wonderful. It's very beautiful, and also the jongenskoor. And it's a really good experience for me. Het is volledig uitverkocht. Meppel en Leeuwarden. Jouw schuld. Nou, dat is misschien niet waar, maar want ze weten niet eens wat de leden van het jongenskoor zijn. Jullie zingen te mooi. Ja, dat zou best kunnen, ja. Misschien dat er daarom zoveel interesse was. Volledig uitverkocht. Zullen we een refrein doen? Ja. Kijk, komt ie. This is a gule, gule, gule ende. Rust op mij, door iedereen vergeten en helemaal alleen. Dus is zo gule, gule. Billy Benton en de Bird Dogs, die zingen ook een nummer van Johnny Cash. Ja. Zou je het leuk vinden om eens een keer met hem mee te zingen? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, gaan we dat doen. Even proberen. This is a gule, gule, gule ende. Johan Potma zit in Berlijn.
Halbe Pieter Claus zocht hem op in januari en maakte zo'n mooie reportage over de man die het hart van alles wat net zo is, altijd maar hem vastgroeit. Lelijk of krijgen wat mismaakt. Nou, het is lastig u te lezen. Zie maar. Want waarom tekent hij nou monsters? Het maken van die figuurtjes, dat is iets wat ik, waarmee ik begon als kind al. Dat vond ik zo fascinerend, die monstertjes. En omdat in een vrije vorm, een monstervorm, kun je alles doen wat je maar wil. Dus dan kun je iemands karakter visualiseren. Ik heb me altijd best wel gestoord aan beeldvorming door de gemiddelde media. Het mooie en de showbiz. Wat ik altijd een belachelijk iets vond, weet je wel. En ik vind dat heeft weinig te maken met het echte leven. Ik teken liever freaks en monsters. En ik laat liever een lelijk iemand iets leuks doen dan ik een mooi iemand een nep verhaal laat vertellen of zo. Dus dat is een beetje een commentaar van mij richting wat ik zie. Dit is van de laatste paar maanden gewoon. Ik hou altijd heel veel dingen bij me en dan kijk ik er nog eens naar. En totdat ik denk van hé, daar heb ik nu zin in en daar heb ik het juiste materiaal voor. En dat verhaaltje is nu af. Deze heb ik ook geschilderd, Finders Keepers. Ik kom altijd wel heel graag weer even terug. Ik heb natuurlijk mijn familie hier. Ik heb natuurlijk ook een bende. En heel veel vrienden. En dan ziet heel Friesland hoe zootje jij in je hand hebt. Ja, man. Als ik dan weer heel lang in Berlijn zit, is het wel leuk naar Sneek te gaan en andersom. Oh, dit zijn die Playboys, ja. Oh, die Playboys, ja. Daar staan ook mooie tekeningen in. Ik ben ook als kind gaan skaten en kwam in aanraking met een beeldcultuur waarvan ik zoiets had van wauw, dat is wel vet. Ja, dat is wel grappig. Zie. C'est moi. En dat was geen graffiti of moderne kunst voor mij. Dat was gewoon precies het beeld wat mij aansprak. Ik ben opgegroeid met comics en tekenfilms. En die wereld die sprak me altijd zo aan. Dit zijn alweer die characters die daar ook gebruikt worden. Oh, dat was de eerste keer dat ik voor de Playboy aan de slag ging. Ja. Hij was echt een buitenkind. Vroeger. Dus dan zit hij nu altijd binnen. Dat kon je vroeger toch niet voorstellen. Die beeldcultuur die gebruikt wordt binnen de sport is op die skateboards, op t-shirts, op stickers. Kijk, dit soort. Op allerlei uitingen binnen die cultuur werd een soort beeld gebruikt wat ik daarvoor nog niet kende. Dus ja, uit deze tijd, dat is echt het begin geweest en daar heb ik echt heel veel aan gehad. Ook nog steeds zit dat wel in me en ik skate daar nu niet meer, maar Ja, super. Wat je wel veel hoort is dat het lowbrow art wordt genoemd. Of pop surrealism. Ik schilder er eigenlijk alleen maar op hout of metaal. Omdat doek werkt voor mij gewoon niet echt. Ik kan daar niet. Je kunt het niet zo mooi bekrassen en schuren en beschadigen als hout.
Ik wil toch een beetje ruiger aan de slag kunnen, in het begin zeker. Ik hou heel erg van allerlei ongelukjes en rare krassen en foutjes in mijn werk. En ja, die kan ik veel beter organiseren, zeg maar, op hout. Dit is ook wel een leuk stukje collage, hè? Het is een telegram. So fortkommen. Mutti ligt in sterben im Garten. Mama ligt dood in de tuin. Nee, gebruiken we die maar niet. Dat koop ik op Vlooienmarkt, weet je wel. Oude koffers vol met papieren en zo. En dan vind je er de meest vreemde dingen tussen. Hallo, du kriegst eine A4 umsonst dazu. Oh, das ist cool. Kannst du dir aussuchen? Ich habe mir noch mehr ausgesucht. Okay, alles klar. Dann. Und habt ihr das hier auch noch als Artprint? Hier haben wir auch. Hast du dir ein A4? Ich weiß nicht, vielleicht, dass das ausverkauft ist. In Amerika ist die Kultur wel viel groter. Da heb je viel mehr Artiesten, die soortgelijk werk maken. En ich denke, dass das kommt durch Dingen als Skate- und Surfkultur. Die natuurlijk ook daar ontsproten zijn. Ja, ik doe het samen met Matteo, mijn collega, een jongen uit Californië. En die heb ik in Berlijn leren kennen. En de galerie is dus van ons beiden en we exposeren beide ons werk. Ja? Dat is goed. Zeer goed. Wunderbar. Dat is lekker. Verkaufst du auch diese Bilder? Also, ja, ja, ja. Sind die original? Ja. Dank je wel. Ik maak echt heel veel eigen werk, echt veel. En ik probeer elk jaar een paar commerciële klussen te doen. Ja, ik heb een agent in Amsterdam voor commercieel werk, ik heb een agent in Sydney, ook commercieel werk. Tegenwoordig doe ik veel voor die mensen in Sydney. Dus ik heb de laatste twee jaar een paar campagnes daar gedaan, reclamecampagnes. Where is it going? To back to Italy. Oké. Okay. Niet dat elitaire, niet een steriele wanden met een mannetje achter een tafeltje met een half brilletje die iets te lezen waar je niet binnen durft omdat je nou met hem moet praten over kunst. Weet je wel? Gewoon relaxed. En dat hebben we een beetje proberen te bouwen. Einde. Nou, die Johan die giet als een speer daar in Berlijn. Hij heeft nou een naaiatelier. Hij zit net meer in dat liter smoeken hokje dus. En daar zit ik weer een galerie bij. En in september opent er een derde galerie zelfs. Op een hele goede locatie in Kreuzberg. Is dat succes of wat? Kees Gruiten van Ljouwert zongt van Johnny Cash. Daila is gone. En dat klinkt dan zo. Bewaker, oh bewaker. Ik doe geen ogen dicht. Want als ik straks ga slapen, zie ik die niet haar gezicht. Dini is dood, nog een schot, en Dini is dood. Dus is die wief was een duvel, maar laat ze dan maar gaan. Of pakken en mollen, zoals Dini is vergaan. Dini is dood, nog een schot, en Dini is dood. Dini is dood, nog een schot, en Dini is dood. De Frieske Cash is namens mij klaar voor de optredens. 3 september is de eerste in Droegeham bij het Concours Hippiek. Na je weekend nog één keer simmertoppers en we zoeken ik even in Jorwert bij de repetities van Bohemia. Tot na je weekend.